Op het Dorpsplein in Zoeterwoude werd zaterdag een heerlijke, eerlijke en duurzame lentemarkt georganiseerd. Naast de winkeliers van het Dorpsplein lieten verschillende lokale ondernemers hun producten proeven. Is Zoeterwoude het Venetië van Zuid-Holland? Ja, ik denk het wel. Ja. Waar komt het ijs vandaan? Uit Weipert, ook hier uit Zoeterwoude. Van IJsboerderij De Jong. En maken jullie het helemaal zelf? Al het ijs wordt zelf gemaakt. En waar komt de melk dan vandaan? Momenteel hebben we geen eigen koeien meer, dus we halen eigenlijk de melk bij de buren vandaan. Ik wist wel dat we koeien in Zoeterwoude hadden en schapen ook, maar bijen? Ja, ja zeker. Al een paar jaar heb ik hier bijen staan. Ja. En waar staan die dan? In de buurt van het gemeentehuis. Ergens achterin op een erf. Wat denk je dat er nog overblijft als we geen bijen hebben? Aubergines kunnen we vergeten. Komkommer, ja hetzelfde. Maar waar je niet aan denkt misschien, is chocola, koffie, cashewnoten, fruit. Het enige wat misschien nog overblijft is brood. Hello dear. Hello dear. Yes, bye bye. Ah, no, no, go and get a plastic, eh? Plastic, eh? Buy a plastic, eh? We hebben in maart meegedaan met een landelijke kaaskeuring. En onze anderhalf jaar oude kaas kwam daar als beste uit de bus. Dus ja, daar ben ik enorm trots op dat we de ambachtelijke boerenkaas zo goed in de picture zetten voor Zoeterwoude. Ook de gemeente ontbrak niet op de markt. Burgemeester Lisbeth Bloemen ging onder het genot van een kopje koffie in gesprek met dorpsgenoten. Nou, ik heb hier al twee dingen opgeschreven. Iemand suggereerde om de vrijmarkt met Koningsdag hier op dit plein te doen. Maar daar ga ik niet over, dat is de organisatie. Dus als ik iemand van de organisatie straks zie, dan ga ik het doorgeven. En er was iets met de buren, dat is hier waar je koffie kan drinken, 4 keer per week. Daar was ook een vraag over. Jeroen, je staat nog voor een lege drankzaak. Ja, dat klopt. Hij is nu nog, qua drank is hij nog leeg. Ja. Maar jullie komen binnenkort naar Zoeterwoude. Dat klopt, ja. We zijn nu druk met het mooi maken van de winkel, schilderen, net een nieuwe vloer gelegd. En dan kunnen we binnenkort de spullen laten bezorgen. Amundsen valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. Mensen die nu in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. Wij zijn heel duurzaam als Zoeterwoude en zelf sta ik hier voor het bijenlandschap. We vinden het heel belangrijk dat er voldoende plek is voor de bij, dat er voldoende te eten is. En daarom staan we hier met aardbeienplantjes. En die mogen de kindjes meenemen voor thuis op het balkon of thuis in de tuin. Zodat ze ook leren dat de bijtjes belangrijk zijn voor ons. De groene ontmoeting, wat is dat? De groene ontmoeting wil eigenlijk een stad met de natuur verbinden. Dus in het polderlandschap van Zoeterwoude maken wij de natuur echt beleefbaar. En hoe doe je dat? Nou, dat doen we met een hele groep vrijwilligers eigenlijk. Maken wij belevingspaden voor kinderen. We maken voor volwassenen hebben we pas geleden het polderpad gemaakt. En het polderpad is een route eigenlijk die de ontstaansgeschiedenis van het... Ja, die vertelt het ontstaansgeschiedenis van de polder, van de Geerpolder in Zoeterwoude. En we zijn ook bezig met het creëren van een voedsellandschap. Dus we zijn een voedselbos aan het maken en we zijn bezig met permacultuur. En we hebben een wildplukroute dat je eigenlijk met een kaart op stap gaat om te zoeken naar al die lekkere onkruidjes waar je mee kan kokkerellen. Nou, staan jullie ook met potjes met allerlei kruiden? Ja, die kruiden die groeien bij ons in de polder. En die, nou, dat is een heel leuk moederdag cadeau. Dus daar kan moeders heel lang thee van drinken. Gezellige brandnetel voor mijn schoonmoeder. Ja, daar kan je heel lekker soepje van maken. Ik zou het dus even een keer geven.